Oldebroek, het Nederlands kampioenschap. En we zien dat Tom van Riessen naast het mountainbiken, fietsen repareren. Ja, wat kan hij eigenlijk niet ook handig is als klussen. Ja, Tom, vlak voor die Nederlands kampioenschappen. En je hebt nog even wat flink werk te doen hier. Ja, ik ben hier de afgelopen weken heel veel te vinden. Niet op de fiets, maar wel met gereedschap. Ja, dat gaat je goed af. Let op, als iedereen weet dat je zo handig bent, dan word je vaker ingehuurd. Dat gaat me op het moment beter af als fietsen, dus dat scheelt. Maar nee, ja. Als anderen het niet willen doen, dan moet toch iemand doen, denk ik dan altijd. Ja, heel mooi. Hoge verantwoordelijkheid. Je hebt familie van Riessen vanaf je opa, je ooms. Jullie hebben een hele lange traditie natuurlijk in de wielersport. Ja, hoe jong was je zelf toen je op de fiets zat? Ik dacht 7 of 8 jaar, zoiets. Ja, 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 gaaf natuurlijk. Ja, dan kijk ik naar het Nederlands kampioenschap. Ik zie je natuurlijk nu als cluster. Ga je nog mee doen? Oh, misschien dat de jongens me nog zo gek krijgen om met de funklassen mee te doen. Maar zoals het er nu naar uitziet, dan sta ik mooi langs de kant te kijken. Ja, deze rol bevalt je ook zo, toch bij zijn en ervan genieten? Ja, ik vind het mooi zo. Het is altijd heel gezellig hier. Dus ik vermaak me prima. En op dinsdag geef ik wel nog altijd training hier. Dus ik fiets nog wel ietsjes, maar niet genoeg om mee te kunnen doen. Ja, ik kan wel meedoen natuurlijk, maar ik mee wil doen, dan wil ik ook winnen. En dat gaat niet gebeuren zo. Nee, dan moeten er meters gemaakt worden, dat weet je als geen ander. Goed om te horen, ik zei het al, familie van Riessen, hoge verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de wielersport als ze erbij zijn. Ja, wat geef je nog voor lesje dan, of wie train je nog? Ik geef jeugdtraining. Eigenlijk alleen in de winter, maar omdat ik zelf niet zoveel meer fiets, doe ik het nu ook in de zomer. En dan ja, zo'n beetje alle leeftijden. We hebben dan wel vaste groepen ingedeeld. Volgens mij heb ik de groep van 8 tot en met 12, zoiets. En, maar een keer een kleine groep hebt, dan stroomt het zo door. En ja, ik probeer ze zoveel mogelijk bij te leren. Wat ik aan wedstrijdervaring heb, probeer ik een beetje naar die kinderen toe te... Want de basisdingen, dat kunnen de meestal wel. En het zijn de slimme tactiekjes of de juiste lijnkeuze. Gewoon een moeilijk woord. Maar om dat er een beetje in te krijgen bij de jeugd. Want dat is gewoon dingen waar je plekken mee wint. Als je dat onder de knie hebt. Ja, top Tom. Goed om te vernemen dat je dat zo doet. En je inzet voor deze vereniging, voor de ATB-vereniging Oldebroek. Hier op het mooie plaatsje het Lo. Ja, 14, 15 juli krijg je alles op tijd klaar voor die Nederlands kampioenschappen? Ik hoop het wel, anders moet ik nog in de nacht doorgaan hier. Dus dat ben ik niet van plan, maar ja, ik mag lopen. Oké, nou we houden je niet te lang op. Ik zou zeggen, boor en timmer vrolijk verder. Ja.